Hij heeft zelf in Engeland gekiept bij Portsmouth. Daarnaast heeft hij gekiept bij Udinese in Italië, bij Vitesse in Nederland. Daar was hij een icoon. Bij Feyenoord heeft hij even gezeten. En nu zit hij bij Willem II als keeperstrainer. Dan heb ik het over Harold Wapenaar. Het is een bijzonder persoon omdat hij in tegenstelling tot de meeste mensen bij Willem II heel makkelijk praat. En dat ook openhartig en graag doet. En dan komt er een bijzonder gesprek uit. Ja, Harold, welkom. Oh. Je hebt in Engeland gespeeld. Ja. Hoe was dat? Ja, ik denk een van de mooiere dingen om mee te maken als voetballer. Als je in de Premier League mee mag draaien en wedstrijden mag spelen. Dan, ik denk dat dat wel crème de la crème is. Was dat het mooiste? Want je hebt Italië ook gehad met Udinese in Nederland. Was dat het mooiste? Misschien dat ik dat wat bewuster meemaakte in de zin van... Kijk, als je weer wat verder bent zelf, je bent wat ouder geworden. Het gevoel dat je wat meer kans maakt om te spelen. En de Premier League is natuurlijk wel... Ja, dat zie je nu ook. Hè. Als je naar buitenlands voetbal kijkt, kijk je liever naar de Premier League als naar de Serie A. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik denk dat het voetbal, de entourage, alles wat er een beetje mee samenhangt, denk ik dat het in Engeland wel wat aantrekkelijk overkomt. Waren toen de stadions ook al zo leeg in Italië, toen jij daar zat? Nee, viel op zich nog wel mee. Ik denk zeker de grote clubs in de competitie trokken die zeker wel mensen. Alleen als je Coppa Italia speelt, dan zijn de mensen niet zo geïnteresseerd. En de eerste paar ronden in de Europa League ook niet. Maar het verval wordt ook steeds groter, hè, in Italië. Ja, dat is wel zo. Je ziet dat ook. Hè? Bij wedstrijden begin Europa League dat je denkt van het stadion is leeg. Maar ik denk ook dat het komt, voetbal is duur. Mensen die hebben dat er niet meer voor over. Hier in Nederland, hè, Peter Bos zei laatst dat het verschil wel heel groot wordt tussen de top en wat daaronder ligt. En dat het internationaal het gat misschien wel nog groter is dan dat het nationaal al is. Hoe denk jij over dat gat nationaal in de Eredivisie? Ik denk dat de top 3... Die lopen wel weg, dat zie je ook in het aantal punten. Alles wat eronder zit, heb je nog een subtop. En die houden elkaar redelijk in evenwicht. Dan heb je een groot gat. En dan heb je dus van denk ik nummer 10 tot aan de onderkant. En dat begint dan nu ook wel een beetje onderscheid te maken. Hè? Dus 20 punten naar 29 punten. Hè? Bijvoorbeeld wij hebben 29 punten en dan nummer 16 heeft 20 punten. Dat gat wordt wel steeds groter. Maar ik denk dat je een top 3 hebt. Daaronder heb je subtop. En dan krijg je nog een groep van 6, 7 clubs die eventueel ook aan kunnen sluiten. En zie jij Ajax over een x-aantal jaar weer aan de top komen? Of PSV of Feyenoord? Goed, weet je, punt is, Nederland, Europees gezien, verliezen ze niet voor niks steeds plaatsen. En liggen we er allemaal uit, op Ajax na natuurlijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar België. België, alle drie door, hè? De Europa League teams. Maar dus, zegt dat al iets? Is België op dit moment qua ploegen nationaal beter dan Nederland? Ik ben bang dat ze sterker zijn. Ze voetballen niet beter. Maar het is moeilijker om van ze te winnen, want kijk eens naar de tegenstanders die ze hebben gehad. Kijk naar Gent, die wint gewoon van de Spurs. Ja. De Spurs is top 3 in Engeland op dit moment, dus ik denk dat België er wel goed op staat. Is dat gewoon een verschil van de manier van voetballen? Ja, ik denk ook spelen natuurlijk ook wedstrijden om te winnen, maar ook om niet te verliezen. Dus op het moment dat je niet kan winnen, dan verlies je ook niet. Wij spelen in Nederland wel heel erg... altijd maar balbezit. Het moet allemaal maar mooi zijn. Het moet goed voetbal zijn. In België kunnen ze wat makkelijker wedstrijden, draken van wedstrijden, maar gewoon puur op resultaat. Het is wel mooi dat je dat zegt, want je hebt nou Erwin van der Looy. Vorig jaar had je Jurgen Streppel. En onder Jurgen Streppel was het, vond ik, veel leuker om naar te kijken dan nu met Erwin. Maar er zijn wel veel minder tegengoals. Vorig jaar heb ik Streppel natuurlijk niet meegemaakt. Ik ben dit jaar natuurlijk voor het eerst met Erwin. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij echt een plan heeft. Dat traint hij. Probeert het team tools te geven waarin wij in de wedstrijd gebruik van kunnen maken om overeind te blijven. En dat we goed verdedigen, dat is wel duidelijk. Omdat we na de top 3 de beste verdediging hebben. Ben je het wel met me eens dat het saai is om naar te kijken? Ik kan me best wel voorstellen dat het af en toe wel eens saai is om te kijken. Maar het is ook logisch. Zeker als je zelf moeilijk scoort, dan moet je achterin de nul houden. Anders kan je geen resultaat halen. Nou ja, wij scoren gewoon heel moeilijk. Dat is gebleken. Maar ik denk dat we wel een bepaald plan hebben. Ik denk wel dat je vanaf de tribune kan zien dat we een plan hebben. Maar kan je dan simpel zeggen, want vorig jaar maakte je dan meer goals en daarvoor nog meer. Is de voorhoede dit jaar gewoon van minder kwaliteit, bot gezegd, dan de jaren ervoor? Of kan je dat niet zeggen? Vind ik moeilijk om te beoordelen, omdat ik er vorig jaar natuurlijk niet was. Ik denk dat wij
als we gas geven en als er flankballen komen, dat we die spitsen bedienen, dat we wel degelijk gewoon goede kansen en mogelijkheden creëren. Alleen soms ook wedstrijden helemaal niet en dat je ook het gevoel hebt van nou, als we nog 2 weken spelen, dan scoren we niet. Maar dan is het natuurlijk wel knap gewoon dat wij ook gewoon zelf niet zo heel veel weggeven. Dus dat we gewoon de rij gesloten houden en zonder plan. Gaat dat niet lukken? Hij staat tegen. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk, wil ik bijna zeggen. Want je bent gewoon in de race voor Europees voetbal in principe. Nou ja, dat is ook zo. Kijk, punt is, mocht je meedoen aan de play-offs voor Europa League, dan is dat in eerste instantie natuurlijk al een hele goede prestatie. Maar als je er dan toch zou zijn, nou, dan is het natuurlijk geweldig om nog een rol van betekenis te spelen. Alleen, we moeten nu nog niet praten over die Europa League positie waar je dan nu staat. Want daar heigen een aantal teams in je nek. En we hebben nog 9 wedstrijden te gaan. Is het wel realistisch? Sorry dat ik je onderbreek. Nou ja, tuurlijk, waarom niet? Als je er nu staat, dan kan het ook aan het einde van het seizoen. Dus tuurlijk is het realistisch. Alleen, wij moeten ons dat ook realiseren, dat we daarvoor spelen. En als je nou de laatste wedstrijd gezien hebt van ons, dan is dat wel heel zonde. Oninspirerend? Ja, maar als je ziet dat Twente op dat moment 5e is, is de nummer 5 van Nederland. Maar is op dat moment Twente zoveel beter dan wij? Nee, volgens mij niet. Dus dan... Ja, ze hebben wel wat spelers met Klieg en Mokotjo. Tuurlijk, maar al die er echt bovenuit steken. Dat is, maar als je de wedstrijd gezien hebt, dan is Twente niet heel veel beter als wij. En dan heb je de tweede helft, geef je wat meer gas. En heb je veel meer recht van spreken. Ja, en dan kan je nog bijna een resultaat halen. Dus dan is dat toch wel heel erg onbevredigend. Dat gevoel dat je denkt van, hebben we het de eerste helft nog niet zo laten liggen? Dan is een busreis best lang. Zeker. Nee, je mag ook geïrriteerd zijn hè, na zo'n wedstrijd. Hè. Zeker als je. Kijk, stel je voor dat je nog een resultaat gehaald zou hebben. Dan, dan verbloemt dat de boel natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd, je hebt de laatste weken natuurlijk goede resultaten gehaald. Alleen ook niet altijd even goed gespeeld. En, maar dat realiseren wij ons zeker.